Dit ziet er vet uit, man. Wauw, hé. Water physics. Oké. Heel goed. Ik zie hier een uitroepteken. Is dit mijn casino al? Oh, dit is mijn casino al. En dit is op een eiland. Weet je het zeker? Hond! Wow, Yvette! Dankjewel, Yvette, voor de 43 maanden. Tier 2! Nou, hey. Thanks, Yvette. Leuk, hoor. Dankjewel. Dankjewel voor de tier 2. Wauw, een echte ijsbeer. Wat cool. Je hoort hem ook hijgen. Net hoorde je hem hijgen, nu niet meer. Oh, hier nog één. Wat is dit nou weer? Oh my god, zijn dit de ruiten? Die developer is echt één luie gast, hè? Die heeft gewoon een plaatje van een supermarkt hierin gegooid. En ook nog eens van een Japanse supermarkt of een Chinese supermarkt. En ook allemaal dezelfde. Oh, wat triest dit. Oh, dit is zo'n simulator game. Goed. Clap, bar, music. Nou, daar is het allemaal gezellig. Nou, dit zijn allemaal toekomstige verslaafde gokken. Hey, ben je casino-fanaat? Dan ben je sowieso 18 plus. Kan niet anders. Maar dit spel is niet eens 18 plus, volgens mij. Staat niet op Steam in ieder geval, 18 plus. Winkel, fruitfeest. Oké, kopen. Ja, en dan? Zolang je zelf niet kan spelen, is er niks aan de hand, toch? Oppakken. Het kopen van casinospellen en het bedienen van klanten verhoogt het niveau van je casino. Oké. Nooit gokken, dames en heren. Kost alleen maar geld. Het huis wint altijd. Plaatsen. Oké. Okay, nou, laten we die hier in het midden plaatsen. Dan gaat iedereen lekker kijken hoe jij bezig bent. Open your casino from your computer. Cashier. Hier is mijn computer. En dan... Ah, oké. Dus nu kunnen mensen binnenkomen. Wacht op de eerste klant die arriveert. En dan moet ik hier achter staan. Ontvangen, geven. Oh, ik geef ze ook echt chips. Oh, oké. Wat lachen. Oké. Nou, welkom bij Casino Knol. Welkom. Ach, daar hebben we de eerste klant. Het naarmate het niveau van je casino toeneemt, zullen elite klanten komen en worden veel dingen ontgrendeld. Oké. Hallo, meneer. Hi. To be here and play some games. Oh, zal het hier voor play some game. Oké, dat is goed. Hoeveel ontvangen? 105. Hier 100. En 5. Moet je meteen 100 uitgeven, hè? Dat is kut. Gaat hij dat echt doen ook? Here we go, fingers crossed. Here we go, fingers crossed, zegt hij. Ben je serieus? Je wil voor $105 in dit casino met één machine. Je hebt niet gewonnen. Wat een verrassing. Dit is mijn dag, zeg maar dan, als casinobaas. Dat ik gewoon kijk hoe iemand anders gokt. En zijn geld aan mij geeft. Ah, kijk, min 27. Lekker, man! Je hebt gewonnen! $225, nu stoppen. Nee, stop! Ik wil hem verkopen, dat kun je niet doen, staat er. Als er klanten zijn. Oh, ik wil dat hij stopt, hij heeft gewonnen, hij heeft geld gewonnen. Yes, I actually won. Hij heeft weer gewonnen! Stop met spelen! Stop! Gesloten. Stop, je hebt gewonnen. Stop! Min 2. Oh, alles weer kwijt. Ik wou hem helpen, hè? Wat kut, ze. Je gast, ik had je kunnen redden. Je was te laat. Wat doe jij hier nou? Oh, je wil uitbetalen. Hoeveel geld heb je? $88. Ja, je bent wel wat verloren, maat. Dat is wel kloten. Ik wou je redden. Maar goed. Helaas. Niet gelukt. Wat gekut, man. Hé, wat jammer. Hoeveel barkie heb ik al gewonnen? Maat, ik heb niks gewonnen. Ik ben de eigenaar van het hele casino. Voer de betaling van een klant uit, staat er. Oh, ik moet er even het casino openzetten. Ik vind wel dat ik heel snel ben. Wat kan ik nog meer kopen? 717, ik kan echt niks kopen verder. Blackjack, roulette, poker, kan niet. Baccarat, craps. Ik kan nog niet zo heel veel kopen. Ik
kan nog niet zo heel veel doen. Versieringen kan wel. Dan krijg je XP. Oh nee, dan moet je ook liever level 2 zijn. Dan moet je ook level 2 zijn. Level 2 zijn. Oké, dus ik kan ook daar nog helemaal niks. Wat kan ik hier? Oh, het winpercentage kan ik aanpassen. Het verhogen van het percentage kan je gebruikers ontevreden maken. Dus als je sneller kan winnen, dan zet ik hem toch gewoon op 30%. Dan win je dus 1 op 3. Of eigenlijk moet je dan 33. Wat raar. Casino verlichting. Oh, help. Ziet er niet uit, man. Casino muziek. Oké. Naam van casino. Niet gokken. Je verliest alles. Je verliest. Dus dan met een D. Ik denk met een D. Zo. Niet gokken, je verliest. Ik ben het rood. Rood is eng. Opslaan. Yo, Cookie Monster. Thanks voor het verlengen van je abonnement, man. Thanks voor het lid worden. Komt die nou niet in beeld? Of wel? Oh, misschien komt die zo. Voer de betaling van een klant uit. Oh, wacht eens even. Er is nog een klant. Hello. Oh, sorry. Had ik even niet door. Spijt me, mevrouw. 145 ontvangen. Hier, alsjeblieft. Veel plezier. Sorry, ik had helemaal niet door dat zij er al stond. Hoe lang stond je er al? Het lijkt nu wel meer een stripclub dan een casinotent met dat roze, vind ik. Maar goed. Gaat het niet worden, denk ik, mevrouw. Zie je? Oh, no, not again. Ik zei het je. Waarom doe je dat niet spel van gisteren? Ja, dat komt zo. Dat komt zo. Casino naam gokverslaving had ook gekund, ja. It was so close. Je was zo dichtbij, zegt ze. Nou, betwijfel het. Maar ik heb dus het geld nog niet. Als hij dus verliest, dat geld gaat dus niet in die machine. Of wel? Oh, ze heeft gewonnen. Maar wacht even. Er gaat niet van mijn geld af daar rechtsboven. Dus ik snap het niet. Hoe krijg je... Want zometeen gaat ze dan weer geld terug innen. En daar ging er wel wat bij, of niet? 862 heb ik nu. Had ik al 862? Ik zag hem net in beeld komen. Oh, wel. Oh, sorry, Cookie Monster. Dankjewel, man. 862, nee. Oké, nog eentje met je tram stamp. Daar gaat ze. Dus je loopt ook erbij als een rare. Goed. Oké. Hoeveel wil je uitbetalen? $72. Ja, dat is hem niet geworden, hè, mevrouw? Het staat ook letterlijk op de titel dat je dat eigenlijk niet moet doen. En hoe heb ik ineens 2790? Ze komt binnen met 200 en ik... Nee, ze komt binnen met 145 en ik heb... En is 2800? Oh, ik heb natuurlijk 2000 van die missie. Oh, die smoera. Fruit Fiesta. Fruit Fiesta. Is dit Fruit Fiesta? Denk ik. Ik denk dat dat Fruit Fiesta is. Gebruik je computer om 2 Fruit Fiesta slotmachines te kopen. Zo. Zo goed. Die staan dan hier. Ja. Ze heeft chips gekocht. Ja, klopt. De quest. Ik was helemaal dom. Helemaal dom. Oké. Oh. Hallo. Ja, wat wilt u? Oké, 145. Dat kan. Alsjeblieft. Oh, die volgende die staat hier nog. Hé, hey, mevrouw. Kijk, dit is de winnende, hoor. Dit is de winnende. Kijk vooral even naar de naam van de casino. Nee? Doet je niks? Doet haar helemaal niks. Het doet haar helemaal niks. Ze heeft gewonnen. Wat fijn. Ik ga gewoon... goede winst maken hier. Dat weet ik zeker. Dit is gewoon gegarandeerd winst. Soms als je een winkel begint, weet je niet of het gegarandeerde winst is. Maar met casino is het gewoon altijd gegarandeerde winst natuurlijk. Het is wel een casino eiland. Geen honden. Geen. Bro, als hij komt gokken hier... Dat zou de eerste hond zijn ter wereld die gokt. Bro. Echt? Ga weg alsjeblieft. Je bent niet welkom binnen. Ik vind je super lief. Je hijgt in mijn oor. Fantastisch. Maar nee,
Even niet. Greetings. 100, hier, alsjeblieft. Kies een naam voor je casino in het beheerde gedeelte op je computer. Oh, een naam? Ik heb al een naam gedaan. Beheer. Nee, dat is niet hier. Admin. Wat was het ook weer hier zo? Ja. Opslaan. Zo. Voer betalingen uit. Oké. Okay. Hier krijg je 100. $3. Mag je houden, alsjeblieft. Ze loopt ook gewoon weg. Ik zag niet eens dankjewel. Oh, nog eentje. En dat gewonnen vandaag? Nee, oké. Okay, dat is de bedoeling. Want het is een casino. Hartstikke fijn. Dag. Goedjes thuis. Oké, volgende dag. Er zijn nog steeds klanten binnen. Oh. Mevrouw, we zijn klaar. We zijn gesloten. We zijn gesloten. Yo, tante Truus. No, not again. Ja, had ik niet anders verwacht. Ik zal even zijn machine aanstellen. Even instellen. Aanstellen hoor mij dan. Niet zo aanstellen. Hoeveel? 88. Nou, weet je, ik ben in een goede bui vandaag hier. 90. Neem het ervan. Fijne nacht, hè? Moet ik u naar huis brengen voor deze enorme winst? Wat een prank. 5 klanten. Gepakte bedriegers. Dat kan ook nog. Winkelkost 24, inkomen 22. Ik heb dingen verloren. Ik heb min 200. Ik heb een casino. Ik wil helemaal niet in de min. Wat is dit voor onzin? Onzin in de min. Ik ga even het eiland ontdekken. Hé, hey, wat ben jij? Een bedelaar. Hallo meneer. Wat is u met uw nek? Help me alsjeblieft. Ik heb al dagen niet gegeten. Hier, alsjeblieft. Ik hoop dat dit helpt. $20. Je hebt echt een nek, jongen. Daar zeg je u tegen. Zo. Oi, 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 oi. Wat een bouw heeft deze guy. Cool. Lijkt wel zo'n gypsy. Weet je wat hij aan had? Niet hoe hij erbij loopt, maar wel wat hij aan had. Klanten wachten bij de kassa. Ja, ik ben even het eiland aan het ontdekken, man. Laat me even chillen. Zijn auto staat hier gewoon stil. Vet. Want je kan hier niet heen of zo. Oké, een boot. Dus nog steeds eiland confirmed. Wat hebben we hier? Kunnen we hier naar binnen? Is dit een vast? Ja, het is een restaurant dit. Ah, hallo. Is dit een ghost city of zo? Een ghost island? Ik bedoel, ik kan overal heen. Niks is af of zo. Is dit een early access game? Is dat voor rood? Te wachten. Als je kijkt naar de tijd. Oh, ja, nee, klopt. Ja. Oké, hij gaat gewoon wel rijden. Oké, dat is wel nice. Het is zo raar dit, hoe dit werkt. Quasimodo? Wat zeg jij nou? Oh, dit loopt dood. Nice. Als je niet het juiste bedrag teruggeeft, krijg je ook een percentage niet. Hoe bedoel je? Wow, kijk die boot erachter. Oh, dat ziet er wel cool uit. Dat ziet er wel cool uit. Vet. Oh, er staan 3 klanten zelfs. Joh. Hallo. Enjoy some casino fun? Yes, you want to enjoy some casino fun? Greetings. Hallo. 135. Alsjeblieft. Hallo. 125. Kijk eens. Veel plezier ermee. Ja, wat nu dan, hè? Kan ik nog een casino ding kopen? Ja, kan er nog één. Oh, kan er zo'n grote kopen? Dat moet level 2 zijn. Ik koop nog wel 2 van deze erbij. Waarom ook niet? Kan mij het schelen. Ik koop gewoon nog 2 van deze. Hey, politie! Dit is voor het eerst dat ik politie zie. Dus de enige politie op het eiland, denk ik. Wat cool. Die gaan we denk ik wel nodig hebben nog. Tududum, tududum. Waarom gaat de tijd zo snel? Ja, dat is net zoals ons leven, man. Wij zijn ook maar een kleine fractie uit de hele lange tijd dat de aarde al bestaat. Zo. Oké, dit is wel een guy die zeg maar gewoon even met zijn gezin even een break neemt. En dan denkt, weet je, ik ga gewoon even al ons vakantiegeld verkopen.
Ah, het is, dat valt mee. 50 euro vergokt volgens mij. Alsjeblieft. 99. 50. Oh, wat gebeurt er? Financiële ramp, je bent failliet. Financiële ramp, je bent failliet. Ik speel dit net. Dit is mijn tweede dag. Wat gebeurt hier? Je ging in de min. Je hebt te veel machines gekocht. Wat? Oké. Ik heb mijn casino gesloten. Mag ik het dan nu verkopen? Ik mag het niet verkopen, dit. Probeer het na 3 uur 's nachts of sluit je casino. Casino is gesloten. Oh my god, er komen allemaal mensen binnen. Laat maar. Maar die kan ik nu geen plek geven, volgens mij. Ik heb mijn casino weer opengezet. Hallo, ready to enjoy some casino fun? Hoe kom ik nu ineens aan geld dan? Hallo, ready to enjoy some casino fun? Ik snap er helemaal niks van. Hi. Ik heb ineens geld. Hi, excited to be here and play some games. Ja, ik weet het. Je wil games spelen. Greeting. Hi, excited to be here and play some games. Komt helemaal in zijn pak naar een casino toe. Dan heb je... Geef toch geld, noep? Oh ja, dat is het. Ja, je hebt gelijk. Oh ja, ik ben er vast even dom. Oké, dus nu heb ik weer geld. Ik snap er niks van. Ik weet helemaal niet hoe dit werkt. Weet je wat hier ook staat? Wacht, wacht. Ik zal mijn cam even weghalen. Kijk wat hier staat. Hier onder mij. Kijk wat er staat. Interageren staat hieronder. Interageren, dat is zeg maar de... vertaling van interactie. Interageren. Dus ik deed er naar te kijken. Dat ik denk, hè? Deze game is letterlijk vertaald. Cool. 5 man. Oh nee, 4 man, 1 vrouw. Verloren. Dat is niet de bedoeling, hè, meneer? Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Oké, okay, kom er maar. Lever al je geld maar in. 50. Maar nu heb ik dus $671. En daar moet ik dus niet onder komen nu. Dus ik kan even niemand een extraatje geven. Oké. Ja, gaan we weer terug naar je gezin. Ga jij maar even uitleggen dat je dus al je geld bent kwijtgeraakt. Ik maak helemaal geen winst ook. 100. Hier, 290. Wat is dat nou weer voor kutbedrag? Dat is toch helemaal niks? Ja, hoeveel? 155. Kijk, dat zijn nog eens bedragen waarmee je kunt gokken. Oké, okay, en dan ga ik even die winstding ga ik even aanpassen. Dat je minder winst hebt. 10%. Zo. 10% winst, wat vind je daarvan? Greetings. Zo. Alsjeblieft, ga maar. Donderop uit mijn zicht. Cool. Opdonderen. Hi, excited to be here and play some game. Dan praten we allemaal hetzelfde, ook nice. Greetings. Welke uithoek heb je deze sim gevonden? In de aanbieding uithoek. hij was in de aanbieding deze game. Koop 1 Royal Gems slotmachine. Daar krijg ik een beloning voor van 5000. Kan ik dat kopen? Royal, dat is deze denk ik. Bijna, bijna. Als deze 5 klaar zijn met gokken, dan kan het. Valspeler? Hey! Wat is dit? Wat de... Geef me geld terug. Oh nee, ik heb je geld al. Wat doet zij? Wat doet zij? Ik snap het niet. Heeft zij vals gespeeld en wordt ze nu betrapt en zet ze het nu op een rennen? Terwijl ik als eigenaar achter haar aanren en gewoon haar bijhoud, terwijl ik niet in sprint. Is dat het? Damn.
Goed. Dit was weird, man. Ze heeft gewoon alles verloren. Oh, dus dat is gewoon alles gewoon naar mij. Ze wordt opgelicht door jou. Nee, ja, ze wordt sowieso opgelicht door mij. Ik bedoel, kijk hoe dit casino heet. Niet gokken, je verliest. Dus je wordt sowieso door mij opgelicht. Sowieso. Hi. Hi. Ik heb voorrang, want jij komt mijn geld geven. Dus uitbetaling moet maar even wachten. Hallo. Je hebt niet genoeg verloren, mevrouw. Maar, goed joh. 100. 34. Maar is dit de hele game, zeg maar? Als in, er zijn niet een klein beetje wat andere dingetjes. Misschien kan je zelf ook een gokje wagen, hè? Denk het niet. Of wel? Zo. Denk het niet. Kan ik? Nee, ik kan zelf helemaal niks doen. Die dingen zien er ook niet uit. Dit is alles volgens mij, hè? Dit is alles. Hallo. Ready to enjoy some casino fun? Hier. Succes. Excited to be here and play some games. Wat als ik te veel geef? Dan loopt hij gewoon weg. Nou, $10 bonus. $10 welkomstbonus. Heb je ook wel eens in het casino. Krijg je gewoon extra. Ja, succes ermee. Maak je toch allemaal op. Excited to be here and play some games. Zo. Goed. Dit vind ik niet fijn, dit geld. 112. Dan kan ik nu die Royal Gems machine kopen, denk ik. Bijna. Hoe lager het percentage, hoe meer ze winnen. Als jij meer winst wilt, moet je percentage dus hoger zetten. Nee. Het is een winstpercentage. Dus er staat hier, dit toont hoeveel geld je gemiddeld van een klant zult verdienen. Oh. Het verhogen van het percentage kan je gebruiken ontevreden. Maar oh. Wacht even, deze moet ik even op 50 zetten. Dus dan is het, oh. Het is mijn winst. Kijk, dit is waarom ik geen casino heb en nooit naar het casino ga. Ik snap er de ballen niet van. Hi. Ik zie de lol er niet van in. Geld weggeven. Hey, meneer, heeft hij... Of heeft hij geen geld meer? Succes, dag. Meneer, u heeft wel... lekker veel verloren, of niet? Jazeker. Hoppakee. Kom maar met het geld. Hoeveel heeft u? Zo. Kan ik het nu kopen, die ding? 1122. Ik weet niet hoeveel het was. 1250 was het. Oké, maar ik heb dus nu het winstpercentage goed gezet. Dus als het goed is... Oh, nu kan ik het kopen. Ik ga het meteen kopen. Bam. Hoppakee. Deze man wil ik hem even naar binnen laten. 140. Zo. Huh? Ik heb ineens 5000 ook, joh. Ga naar de bar en koop een biertje, staat er. Naar de bar en koop een biertje. Kijk, dit is onze... Zo, wat een ding, joh. Moet je dit ding zien? Man, oh man, oh man. Wat een machine. 90. Oh, kut dat ik elke keer escape moet drukken. Ready to enjoy some casino fun? Maar volgens mij kan ik dat niet veranderen, dat die controllers. Nee, er zijn geen controllers die je kan veranderen. This game is echt kut. Deze game is echt kut. Dit is het enige wat er is ook. Ga naar de bar en koop een biertje. Oké, gaan we dat even doen. Gaan we naar de bar. Daar is de bar. Oh, er is een party gaande. Kijk nou. Damn. Moves. Zo, ik ben helemaal lam. Even weer terug naar mijn casino. Yes. De barman zegt ook, yo, kan ik je wat aanraden? Jazeker. Oh, wacht. 105. De eerste keer dat Milan dronken is. Zeker waar. Ik, dat is lang geleden dat ik echt dronken ben geweest.
Zo. Het lukt me nog wel om het juiste geld te geven. Dat is wel een ding. Thanks voor de 5, Matthijs. Je hebt zeker gelijk. Ik heb al meer dan 10 jaar wel niet echt meer gedronken. Al langer. Meer dan 15 jaar, denk ik al wel. Hoppa. Oh, ik word minder dronken nu. Oh, nice. Het is nog steeds 3 uur 's nachts, maar ik ben ineens niet meer dronken. Hier, 100. Mag je hebben. Boeit me niks. Ik kan niet stoppen, volgens mij. Hè? Nee.